In dit tweede deel van deze documentaire nemen we je verder mee in het verhaal van KSE. We bespreken de overgang naar het nieuwe millennium, wat een cruciale periode voor KSE was. En ook de snelle groei van KSE en de viering van ons gouden jubileum in 2023 komen aan bod. Ja, het eerste containertransport is natuurlijk een stap die heel logisch is voor de markt. Als je er technisch naar kijkt, dan is het natuurlijk een hele logische stap. Want een containertransport geeft veel minder vervuiling en kost minder energie. Maar het is wel een enorme stap voor een markt die dat nog niet kende. De eerste fabriek was in Polen. En ja, mensen die daarmee gingen kijken, die zagen een oplossing wat voorheen nog een droom was. En vervolgens, als ze dat gezien hadden, zeiden ze, goh, het bestaat ook al echt. Ja, het bestaat ook al echt. Maar je moet je fabriek wel zo ontwerpen. Dus je moet wel vooraf nadenken, kan ik dit toepassen in mijn productielocatie? En dat is natuurlijk een mooie nieuwe stap die voor KSE naar voren kwam. Nog breder meedenken met die klanten. KSE groeide door en bouwde fabrieken in Amerika, Azië en zelfs Taiwan. Zowel Erik als René kozen voor een toekomst binnen KSE. Ja, een nieuwe hal was in 2016 met het oog op een groot project bij GA. Met veel productie. Ja, dat was pure noodzaak. Maar daarnaast hadden we er ook wel een onderliggende behoefte. Want het is heel belangrijk om het lassen en het slijpen te scheiden van het assembleren. Ja, lassen en slijpen geeft toch stof en viezigheid. En klanten willen graag zien dat je de assembleren in een zuivere omgeving doet. En in die nieuwe hal hebben we de uitstraling en de mogelijkheden om het gescheiden van de voorbewerking uit te voeren. Heel veel klanten die daar gezien hebben daar echt je ziet een professionaliseringsslag daardoor ontstaan. Na ongeveer 25 jaar een actieve rol vervuld te hebben binnen KSE, hebben René en Erik besloten een nieuw management te benoemen. Om weer een stap te kunnen maken, wat belangrijk is voor een bedrijf, is om het goed te organiseren. Als je veel kennis hebt, veel technische mensen, dan is organisatie heel belangrijk. En om dat voor elkaar te krijgen, is het verstandig om mensen op de juiste plekken neer te zetten die het management gaan doen. En vanuit dat perspectief heb ik gezegd, ik doe een stapje terug. Nou, dat is niet helemaal waar. Ik doe een stapje vooruit. En breng de mogelijkheden in om verder vooruit te denken. Maar om ervoor te zorgen dat het wel gemanaged wordt. Mijn naam is Riemer Postumus. Ik werk bij KSE in de rol van CEO. En wat wel leuk is om te weten is denk ik dat ik 11 jaar lang klant ben geweest van KSE. En in die rol zeg maar vrijwel alle Alfra machines, Promas software, maar vooral ook consultancy en service. Dus ook de mensen van KSE heb leren kennen. En dat is erg behulpzaam in mijn werk nu. Als je ziet dan zijn we afgelopen 50 jaar. 50 jaar geleden zijn we begonnen als een echt traditioneel familiebedrijf. En het bedrijf heeft heel lang als echt familiebedrijf gefunctioneerd. En het laatste decennium zie je eigenlijk dat wij een omslag aan het maken zijn naar een veel professionelere werkgever. En dat maakt dat we eigenlijk het goede vanuit het
familiebedrijf, proberen te koesteren en daaraan de professionaliteit toe te voegen. Ja, 50 jaar KSE is natuurlijk een hele mooie en complete stap. Ons jubileumjaar 2023 afronden, hebben we een blik geworpen op het indrukwekkende verleden en de recente hoogtepunten van KSE. Van onze bescheiden start tot het bloeiende bedrijf dat we op dit moment zijn. Het mag duidelijk zijn dat KSE een interessante en vooral inspirerende reis heeft afgelegd. Maar deze reis is nog niet ten einde. Nog lang niet.